Stel dat je een foto hebt met bepaalde letters en dat je die letters wil gaan gebruiken. Welk lettertype zou dit dan zijn? Nou, ben je heel veel met lettertypes bezig, dan kan ik me voorstellen dat je lettertypes wel gaat herkennen op een gegeven moment. Maar in dit geval, ik ben daar niet zo'n held in, en daar kan Photoshop me in helpen. Photoshop is in staat om lettertypes te herkennen, alleen wel op platte vlakken. Dus ik ga dit bord eerst eens heel eenvoudig omzetten in een plat vlak. En dat ga ik doen door de foto uit te snijden in perspectief. Dat vind je hier bij de crop tool. Dan heb je uitsnijden met perspectief. En ik ga gewoon even keurig langs de vier hoeken. De verhoudingen die kloppen niet helemaal. Maar dat geeft niet. Dat kan ik eigenlijk ook nog gewoon een klein beetje uittrekken. Ik denk dat het zo beter is. En het gaat me eigenlijk puur om het lettertype van het woord pump. Ik maak even mijn selectie ongedaan. Hoe ga je nu een font of een lettertype herkennen? Dat doe je hierboven bij tekst en dan heb je daar staan lettertype afstemmen. En je krijgt dan een nieuwe box tevoorschijn en die box die gaat eigenlijk herkennen wat jij in Photoshop in dat kader hebt staan aan tekst. Dus dat ga ik gewoon keurig rondom mijn woordje pump neerleggen en je ziet er komen al lettertypes naar boven. En in dit geval heeft hij dus een aantal lettertypes herkend en komt hier nou niks naar boven. Dan zou je kunnen kiezen op lettertypen tonen die beschikbaar zijn voor synchronisatie via de TypeKit. Dan komen er namelijk nog wat andere bij. En hier moet eigenlijk toch altijd wel de goede bij zitten. In dit geval is het lettertype Nimbus Sans Extended Black. Ik kan dat bijvoorbeeld laten zien. Ik klik even op annuleren. En ik ga gewoon naar de teksttool. En met het juiste lettertype geselecteerd kan ik gewoon intypen. Bump. En als ik er dat dan bijplaats. Dan zie je dat die lettertypes exact hetzelfde zijn. Nu had ik in dit geval dit lettertype al op mijn computer staan. Maar is dat bijvoorbeeld niet het geval? Dan maak je dus gewoon gebruik van die TypeKit. Want in die TypeKit zitten talloze lettertypes. En die kun jij gewoon helemaal gratis en voor niks downloaden. Stel dat je bijvoorbeeld deze zou uitkiezen. Nou, dat lettertype staat niet op mijn computer. Ik klik gewoon op het wolkje. En hij begint met downloaden en je ziet hieronder de melding dat het is gebeurd. Nou, hij komt in de bovenste helft terecht, dus ook die staat nu op mijn computer. Ik vraag me af hoe dit lettertype dan uit zou pakken. En op zich lijkt het er aardig op, alleen je ziet hier in de rondjes bij de P dat het toch wel verschillend is. Dus die eerste die beviel me eigenlijk veel beter. Zo eenvoudig is het dus om een lettertype te scannen en het door Photoshop te laten herkennen... En ik heb je dus ook laten zien hoe je eenvoudig een lettertype uit de Typekit kunt halen als die niet op je computer staat. Tot zover deze korte film. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer en doei. doei.